Van ieder van u en elk apart een goede avond en welkom bij Zie Uit. Vandaag gaan we het hebben over het gevaar van de G. SM is... van de GSM. Deze GSM leidt in het verkeer tot heel wat actie. Heel wat actie denkt. Daarom wil politie en Rijkswacht de controle. Hallo? Germaine, ik ben aan het filmen. In het nu volgende filmpje kunt u zien wat er gebeurt wanneer u de GSM achter het stuur gebruikt. Zoals u kunt zien, kunt u van gsm achter het stuur serieuze hoofdpijn krijgen. Daarom kunt u beter in de wagen met de handen vrijen. Gsm-kit bellen. In de wagen beter met de handvrije gsm-kit bellen. Kit laten zien. De installatie hiervan is ook bijzonder gemakkelijk. Deze klus is zo klaar als een klontje. Alles is goed aangesloten en nu kunnen we dus veilig en in alle discretie bellen van achter het stuur. Met commissaris Eigenbaard. Hallo Constant, het is met Germaine hier. Hij zegt een dokter is juist gebeld met de resultaten van het onderzoek. Ja, en? En hij zegt dat het al ligt. Voor mij? Ja, er is het mee zout. Met zout? Dus, kinderen, dat zit er niet meer in. Wel ja, inderdaad. De GSM is en blijft een comfortabel ding. Maar denk erom, in de auto zet u hem best opzij. En als u toch belt, dan enkel handen vrij. Ja, dit is weer een duidelijk voorbeeld van onverantwoord gsm-gebruik.